Nou, nu zitten we bij het rechte eind, komen bij de eerste bocht van het circuit af. Belangrijk dat je niet te laat remt, want het is nog vrij nat. Als je te laat remt, heb je geen goede exit. Exit is toch vrij belangrijk bij deze bocht. Rustig op het gas gaan, niet te veel curb meepakken aan de buitenkant. Gaan we naar de tweede bocht van het circuit. Belangrijk dat je ook niet te veel remt, goede minimumsnelheid hebt. Derde bocht van het circuit, zo krap mogelijk houden. Exit ook heel erg belangrijk, want het loopt redelijk omhoog en het is een vrij lang recht stuk. Erg belangrijk, goede exit. Proberen vol gas te houden. Nog erg lastig, want het was nog behoorlijk glad en nat. Dus het lukte niet om helemaal vol gas doorheen te gaan. Komen bij het schijflok aan. Vierde bocht van het circuit. Toch redelijk vroeg remmen voor je gevoel. Ook in het regen, zoals in het droog, binnenhouden. Redelijk vroeg op het gas gaan. Marlboro's vijfde bocht. Veel curb binnenkant pakken. Ook nog redelijk nat. Goed naar de buitenkant laten uitlopen. Zevende bocht van het circuit. Redelijk curb aan de binnenkant meepakken. Na de curb gelijk op het gas gaan. Bocht zonder naam. Zevende bocht. Redelijk vroeg remmen. Goed binnenhouden voor een goede exit. Als je daar te laat rent, als je exit weg, ook zit een vrij lang rechte end achter. Dus ja, dan verlies je dus daar veel tijd mee. Audi S, bocht 8 en 9. Veel curb aan de binnenkant meepakken. Anders laat je gewoon veel minimum speed liggen. Bocht 9, veel curb binnenkant pakken, zodat je toch een goede exit hebt. Gaan we naar de ene laatste bocht van het circuit. Kumo, veel curb binnenkant pakken. Ziet dat ik veel rechtdoor ga, dus redelijk nat is. Iets te veel minimum speed daar. Bos uit, laatste bocht van het circuit. Ziet ook nog dat het veel overstuur hebt, dus redelijk glad is. En belangrijk dat je niet te veel tijd wint in de entry, maar veel tijd pakt op de exit. Dat was het rondje.